Hier is Arnold. In de laatste video sprong hij van een hoogte van meer dan 10 kilometer. Zonder parachute. Hij had veel geluk, want hij viel in een hoopje sneeuw en bleef leven. Maar dat is niet voor lang. Arnold, raak niet in paniek. Beheers jezelf. Je bent geland bij de Fuji-dome in Antarctica. De koudste plek op aarde. Wist je dat de temperatuur hier soms min 91 graden Celsius bereikt? Onder zulke omstandigheden bevriezen iemands ogen en longen in een paar minuten. Maar gelukkig ben jij hier in de zomer aangekomen. De lucht is nu een relatief warme min 35 graden Celsius. Je lichaam zal in zulke omstandigheden elk half uur 1 graad afkoelen. In minder dan een uur zullen je spieren beginnen te krimpen en proberen ze krampachtig hun verloren warmte terug te winnen. Dan zul je een vreselijke aanval van angst voelen en je benen en handen zullen barsten van de kou. Dit komt omdat de bloedvaten al zijn begonnen met samentrekken, waardoor het bloed diep in het lichaam wordt verplaatst om de meest vitale organen warm te houden. Maar de bevingen zullen snel voorbij gaan en je zult de kou niet meer zo voelen. Maar Arnie, ontspan je niet. Dit is een foute sensatie. De pret begint net. Een tweede, nog krachtigere aanval komt na korte tijd. Je lichaam zal beginnen te schudden als een Boeing jetliner tijdens een crash. Je voelt dan het effect van een verdovende roes door hormonen en endorfine. Met enige verwarring als gevolg en natuurlijk een verlies aan coördinatie. Arnold, hoe voel je je? Je bent bijna op het punt van extreme onderkoeling. Je lichaam staat op het punt te stoppen met zijn laatste pogingen om zich op te warmen. Zometeen zul je flauw vallen. Daarnaast zul je last hebben van enkele stoornissen in je hartactiviteit en ademhaling. Je reis zal eindigen nadat je een lichaamstemperatuur van min 65 graden Celsius hebt bereikt. De dood zal komen. Kun je me horen? Arnold! Arnold! Probeer niet flauw te vallen. We hebben een manier gevonden om je te helpen. Kun je me horen? Maak je klaar. We teleporteren je nu naar... Wat denk je? Waar hebben we hem heen gestuurd? Schrijf je scenario in de comments. Het antwoord staat in het volgende nummer, over een week. En vergeet niet om de video te liken en te delen met je vrienden. En je te abonneren op het kanaal als je deze video leuk vond. Ik heb hier heel hard aan gewerkt en zou ontzettend blij zijn als je dit doet. Bedankt voor je aandacht en tot volgende week maandag.